Aan de vooravond van de CARICOM-Cuba Summit is er een welkomstreceptie aangeboden door de premier van Barbados, Mia Mottley. Tijdens de receptie heeft president Santokki zijn mede-ambtgenoten ontmoet en heeft hij korte gesprekken met hen gevoerd. Zo heeft president Santokki zijn collega-president van Cuba, Miguel Díaz-Canel, ontmoet. Beide presidenten hebben hun gesprek in een gemoedelijke sfeer gehouden en kijken uit naar het verstevigen van de relatie tussen beide landen. Ook heeft Santokki gesproken met Mottley over de samenwerking met Barbados en de stand van zaken van lopende projecten.